België. Laat jullie even horen voor ons Hollanders van vandaag. Het is toch redelijk, redelijk enthousiast, hè? Ja, jij reed al verschillende keren mee in de Zesdaagse van Gent. Jij kent deze omgeving, dit Kuipke, dus heel goed. Misschien is dat, hangt er toch een beetje een andere vibe dan anders? Ja, nee, we zijn een beetje party, maar het is kouder dan we hier normaal zijn. Maar nee, ja, ik denk dat het een voorjaar en het zou de mooiste spot te starten. Ja, het zal wel een koude start zijn, hè, Wim? Ja, het zal kouder zijn, maar met het zonnetje erbij dan is het wel snel warm. Geniet ervan vandaag. Ja. Ik sta intussen bij een toch wel opvallende naam hier in de Oplopend Nieuwsblad, Pieter Veenink. Jij hier, wij zien jou vooral in ja, wedstrijden als Luik, Pastenaken, Luik, de Waalse Pijl. Dat zijn allemaal jouw koersen, maar je mag niet rijden. Hoe jammer is dat? Oh ja, dat is zeker jammer. Ja, maar ja, vandaag ben ik eigenlijk meer en meer aan de start, omdat wij met de gefinancierde in de groep zitten. Dus we kwamen eigenlijk net een support in. Ja, het is toch wel een zware finale nou. Dus, de wensen er heel veel succes toe. Goed luck for all the rounds.